We zijn nu onder het IJ-viaduct, onder spoor 15. Nou, hier zijn ze bezig met een grootschalige renovatie van spoor 15. We nemen een kijkje bij een van de grootste bouwprojecten in de stad. De renovatie van het Centraal Station. Voor de werkzaamheden wordt zaterdag 29 juni het hele station voor één dag afgesloten. Het voelt alsof dat het nooit stopt. Het is een never-ending story. Het is soms een doolhof zelfs. Ja, ik heb er last van, zeker. Ik reis wel veel met de trein, maar ik heb er geen last van. Dus ik heb het nog niet gezien. Ik ben gefocust op waar ik heen ga. Schrik me daar wel in. Het start eigenlijk vrijdag nacht, dan gaan we buiten dienst. En dan is het eigenlijk voor het eerst dat Amsterdam CS geen treinen rijden. Helemaal niet. Dat is omdat we de treinbeveiliging moeten aanpassen ter voorbereiding van alle werkzaamheden. Eén puinbak, ja. En hoe voelen jullie je daarbij? Ook als een puinbak. Nee, ja, weet je. Nou heb ik van de week een uitje en dan liggen de sporen helemaal uit. De laatste maanden zijn we heel erg druk geweest aan de Westtunnel, aan het begin van de Westtunnel, de entree. Daar zijn we een hele nieuwe entree aan het bouwen en daarvoor moesten we het perron openmaken. De oude entree gesloopt, alle trappen en roltrappen eruit en daar komt nu een hele nieuwe voor in de plaats. Ja, ik vind persoonlijk heel goed dat er onderhoud aan het spoor wordt gepleegd. Maar ik ben ook NS-machinist geweest, dus ik weet wat het inhoudt. Maar ja, en ik snap dat het voor ongemak zorgt, maar het is heel belangrijk. De laatste jaren is het aantal bezoekers op Amsterdam Centraal enorm gegroeid. We hebben momenteel zo'n 200.000 reizigers per dag. En dat gaat echt naar de 275.000 reizigers de komende jaren. En daarom zien we gewoon dat de capaciteit niet voldoende is. Perrons moeten verbreed worden, entrees moeten verbreed worden, moeten meer treinen door het station. Dus alles wordt aangepast. We zijn nu onder het IJ-viaduct. Onder spoor 15. Nou, hier zijn ze bezig met een grootschalige renovatie van spoor 15. Ja, het is geweldig, een hele mooie uitdaging. En ja, iedereen staat er met echt groot ogen naar te kijken wat we allemaal gaan doen. En iedereen is vol trots om dat te mogen doen hier. CS heeft door de jaren heen veel mooie plaatjes opgeleverd. Deze foto is gemaakt net voor de opening in 1889. Het stationsgebied was een geliefde plek van stadsfotograaf Jacob Olie. Zo maakte hij deze driedelige panorama. Een rustig straatbeeld, maar niet voor lang. Deze rust in Amsterdam, dat is fantastisch, toch? Ja, nee, ja, maar ik hou ook wel van de chaos. Ik vind het allebei, ik ken niet anders. Dus. En het is weer tijd voor de prijsvraag. Wil jij kans maken op dit Het Verkeer Zadelhoesje? Mail ons dan, waar de fiets deze keer staat. De grootste uitdaging is toch echt wel het project aan zich. Dit is echt de grootste verbouwing ooit op Amsterdam. Centraal. De reizigers gaan dit wel merken, want we moeten sporen buiten dienst nemen. Treinen gaan op andere perrons aankomen, maar ook vertrekken. En reizigers moeten omgeleid worden om de werkzaamheden heen. Dus een stuk meer omlopen zal er af en toe wel bij zitten. Zolang we met de trein rijden, moeten sporen worden aangepast, onderhouden worden. Dus het zal altijd doorgaan en dat zal altijd voor ongemak zorgen. Maar uiteindelijk hebben we er ook heel veel aan. Eigenlijk gaat de verbouwing best wel heel lang duren. Tot 2030, 2031 zijn we wel bezig. Dat komt ook omdat we het stapsgewijs uit gaan voeren. Zodat we ook de reizigers en de treinen kunnen laten rijden. We zetten ons in om de reiziger goed te begeleiden. Dat doen we samen met NS. We hebben meerdere bebording, crowdmanagement. We zorgen dat er informatie aan de voorkant komt. Mensen ontvangen mails als ze de trajecten gebruiken. Zodat iedereen uiteindelijk zijn weg kan vinden. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.